Nou, het klooster wordt opgeheven, ja. Vorige week is het besluit gevallen dat het opgeheven gaat worden en dat het gebouw verkocht gaat worden. Sinds 1957 hebben de Karmelieten een klooster in Dordt en nu is het over en uit. Ik vind dat toch ook wel een beetje een streep door de rekening. Ja, je zag het wel enigszins aankomen. Want het aantal bewoners neemt af. En toen ik hier kwam in 2001, toen waren we nog met 10 mensen. Nu wonen ze nog maar met z'n drieën. Maar je hoopte nog altijd dat er toch mogelijkheden zouden zijn om hier een doorstart te maken. Met jonge mensen, eventueel met leken, met andere geïnteresseerden. Maar dat blijkt niet mogelijk. Want het landelijk bestuur wil verder met een klooster in het westen van het land, maar dan wel met meer bewoners. Als er hier een dorpstart gemaakt zou worden met een nieuwe communiteit, dan zou dit gerenoveerd moeten worden. En de kosten daarvan zijn voor ons echt te hoog. Het nieuwe klooster komt waarschijnlijk in de buurt van Amsterdam. Daar zit de jongere generatie. We hebben wel enige tijd studenten gehad hier, maar die moesten zoveel tijd reizen op en neer naar Utrecht, waar ze dus studeerden, dat dit toch op de duur niet voldeed. Dus het zit ook vast op het feit dat we toch ja, in Dordrecht wel iets missen aan universitaire ambiance en concrete studiemogelijkheden. Pastor Hofstede wordt niet dakloos. We zijn lid van de Nederlandse provincie, dus we hebben nog 8 kloosters tot onze beschikking waar we terecht kunnen. Voor de medewerkers van het secretariaat en de huishoudelijke dienst is het afgelopen. Wij gaan dan wel weg, maar bijvoorbeeld het Centrum van Spiritualiteit wordt overgenomen door leken die zich verantwoordelijk weten voor wat we dus hier al begonnen zijn, vooral met het Centrum van Spiritualiteit en met het doorgaan van de Titus Brandsma-kapel zoals die hier is. Daar heeft de Karmel echt daar hebben we heel veel voor over om dat door te laten gaan. Wanneer het klooster definitief de deur sluit is nog niet bekend. Maar ja, het is niet anders, dus daarom hebben we het zien aankomen en we leggen het er ons bij neer. Het is de tijdgeest die dit toch een beetje in de hand gewerkt heeft, ja.